Vandaag zijn we op bezoek op de set van Gek van Geluk. Een nieuwe Nederlandse romantische comedy van Johan Nijenhuis. Johan, Gek van Geluk. Ik heb gehoord dat jij heel goed kan uitleggen waar deze film over gaat. Plien van Bennekom speelt een songwriter, Lena. En die moet een nieuwe hit schrijven voor de zangeres Valerie. Maar ze heeft geen enkele inspiratie meer. En dan bedenkt Valerie, ik laat er gewoon weer verliefd worden. En ze stuurt een acteur op hem af die daarvoor gaat zorgen. Maar ja, als dan het grote lied uitblijft, dan zorgt Valerie ook nog eens een keer dat er een groot drama komt. En dat gaan we vandaag opnemen. Welke scène hebben jullie hier opgenomen? Ik zit met Valerie, dus mijn vriendin, zangeres, samen in het bubbelbad. Zij heeft mij uitgenodigd om lekker te ontspannen. En we zitten samen en dan stappen blote mensen bij ons in het bad. Dus het was niet een hele ingewikkelde scène. Ja, ik hou helemaal niet van wellness toestanden. Dus al die blote lichamen, dat al die piemels ziet, denk ik... Hallo! Dit is eigenlijk de eerste dag dat ik niet in elke scène zit. Maar normaal is het... Plien naar de set, Plien omkleden, Plien even doorlopen, Plien gaat in het licht staan, Plien hier heb je een appel. Dus ik ben 2 kilo afgevallen in 2 weken, gewoon door... Dag Guus. Lena. Ja? Hallo. Waarom is deze locatie perfect? Nou, we hebben een scène bedacht in een modderbad. Want Matteo kan zich nergens meer verstoppen en bedenkt... ik duik gewoon in het modderbad en dan herkent ze me niet. Wat gaan jullie hier vandaag opnemen? Hierachter wordt een modderbad gecreëerd, as we speak. En dat moet nog iets dikker worden. Dat, ja. Zo had ik het altijd in mijn hoofd. Dat ik moet daar straks met een aanloop inspringen, een soort bommetje maken... En dan ben ik onherkenbaar omdat ik onder de modder zit. Maar hij kleeft nog niet helemaal goed genoeg, maar er wordt aan gewerkt. Work in progress. Ja, precies. En wat mag jij doen? Ik mag ook bevallig in het modderbad gaan zitten, geloof ik. Ik stond er zelfs in het script. hoe zie je dat in je hoofd voor je? Ik heb geen idee. Ik weet niet of je nou mooi in een modderbad kan glijden, maar ik ga heel erg mijn best doen. Dus kijken. Weet jij dan ook precies van hoe hij in het bad moet springen of laat je dat helemaal aan hem over? Vroeger ging ik alles uittekenen en ging ik helemaal bedenken van moet hij nou een snel loopje hebben of moet hij een lomp loopje hebben. En dat vind ik zo fijn om dat lekker aan de acteur over te laten. Dan wordt het echt veel leuker van. Okay. En dan kijk ik wat hij doet en dan verfijn ik het een beetje. En als we het goed doen, zijn wij dienend aan de acteur. Dus ik kijk hoe zij het spelen en dan passen wij de shots op aan. Okay. Eigenlijk is de acteur de baas. Gek van Geluk is vanaf 7 december te zien bij Pathé.